Langdurige tanderosie, infecties in de mond, dat vreet energie. Dat zorgt ervoor dat je gewoon niet goed herstelt. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heiko, over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen... Maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over slimmer presteren met een goed gebit. Zinvol of onzin? Een gaatje, tandpijn of ontstoken tandvlees. We hebben er allemaal wel eens mee te maken. Je tanden zijn je soms tot last, maar kunnen ze ook je sportprestatie benadelen. En is sporten eigenlijk wel goed voor je mondgezondheid? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen! Hey, goedemorgen. goedemorgen! Goedemorgen! Zijn ze goed gepoetst, Oeh. zou meneer Cactus zeggen? Zeker zijn ze goed gepoetst. Ja? ja, kijk maar nou hoe ze blinken, joh. Ja, ja mooie glimlach. En ja. uh, die bruine kop van je. Hoe vaak uh, poets jij? <laughs> Twee keer per dag. Twee keer per dag. Vlossen? Ja. Uh, dagelijks. Ja, stoken? Ja. Stoken, graag. Ja? Oh, Liever okay. stoken dan vlossen. Uh, Op een schaal van 1 tot 10, hoe zou jij je mondgezondheid uh, waarderen? Mm, nou, een zesje. Toch een zesje? Ja, nee slecht. Ik heb, uh, ik heb een nieuwe tandarts. Ja, ja, en ja dan, die zijn zeg, nooit tevreden, nee. nieuwe tandarts. En ik was er al bang voor. Ik <laughs> Foto's ging, maken. Ik ging laatste, ja, zeker. Dus ik vroeg meteen, hoezo? Eh, vraag even aan de vorige tandarts. Ja, nee, die, dat dan, doen wij niet. Dat was al twee jaar geleden, ja. de laatste. Weet ik ja. het. Nee, eh, ik heb behoorlijk wat amalgaam Wat is dat? Ja, dat is de vulling. Okay. Uh, vroeger die zilvervulling. vroeger uit, ja, ja. Als je dan aluminiumfolie per ongeluk op oh, je, ja. je tanden... Ja, en alles allemaal, mis. Oh, ja. 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 Ja, ik heb best wel slechte tanden en zij zei ja dat allemaal gaan wist ik al een beetje moet toch allemaal vervangen worden. Uit. Ja, dus ik heb laatst heb ik in ieder geval twee uh, kiezen waar het allemaal gaan voor vervangen is door nieuw spul. Ik weet niet hoe dat heet, maar goed dat plakt beter en heeft niet die nadelen dat het wegrot en noem maar op. Ja. En ik vind het verschrikkelijk, echt, want het eerste wat ik dan vraag. Je vindt dat de tanden ja. verschrikkelijk. Dus ik ben gelukkig dat ze nu alles verdoven. Maar vroeger in mijn jeugd gebeurde dat niet. Dus ik heb er echt angst aan overgehouden. En nog steeds, ik vind het helemaal niks. Want mijn mond is relatief klein en die moet je altijd open. En ook al ben je verdoofd, ja. het geluid ook ja. gewoon. Ik, ik heb dan zo'n voorzichtsvermogen waar ze mee bezig zijn met zo'n boor in je tanden en nou ja. ja. Maar dus, hoe, uh, wat is jouw coping skill? Hoe ga je om Mijn coping. Nou, uh, <laughs> deze nieuwe tandarts, alle <laughs> complimenten is een stuk moderner dan mijn oude denk ik. Die heeft een scherm uh, boven. Echt op het plafond geplakt ja. en ik zit een natuurdocumentaire te externe kijken, externe focus. Ja, en ik probeer echt bewust, want normaal kneep ik echt mijn, mijn oh, handen ja. samen. Ja. Ja. En probeerde weerstand uh, ja. te geven. En nu denk ik: nee, relax, accepteren. En, uh, ja. Het gaat voorbij. Ja. Ja. Voordat uh, iedereen die nu luistert, afgehaakt is en denkt: dit is toch een podcast over sportonderzoek en innovatie? Waarom hebben ze het hier over de tandarts? Waarom hebben ze het überhaupt over een goed gebit, zinvol of onzin voor sportprestaties? Er zijn meer linken dan je denkt. Ik zei bijvoorbeeld tegen Guido Vroemen: die zat wat krap in zijn planning. Ik zei, Nou, over dat gebit. Dan uh, zoomen we toch een keer niet met jou. En zeg Nou, daar heb ik wel wat over te zeggen. Want dat ben ik. Ik heb hier enorme problemen mee. Dus later in de aflevering gaan we zoomen met Vroemen. Om te horen hoe hij kijkt naar het onderwerp mondgezondheid bij sporters. Um, maar we gaan ook stilstaan bij de vraag: uh, Wat is eigenlijk de relatie en de link mm -hmm. tussen een slecht gebit. En de sportprestatie, want die is onderzocht door ja. de wetenschap. Um, we gaan, hebben, uh, gaan het hebben over wat veel sporten voor je gezondheid van je tanden kan betekenen. Of topsporters eigenlijk een goed gebit hebben. En, <laughs> bizarre vraag en dan beginnen we zomaar eens mee. Is het zinvol om je verstandskiezen preventief te laten verwijderen om het risico op blessures te verlagen? Ja. En daartussen hebben we natuurlijk nog een mooi interactief segment waarin we ontdekken wie de snelle sokken van deze week gaat verdienen en uh, hoe, wie er allemaal vriend van de show zijn geworden. Jurgen, laten we bij het begin beginnen en ook bij die laatste vraag dan eigenlijk gelijk. Ja, we kregen Waarom hebben we het vandaag over ja. de tandarts? Omdat we regelmatig met vragen bestookt worden en uh, deze van Elmer Molendijk, die zette mij wel aan het denken. Ja. En die, die nodigde meteen eigenlijk uit van uh, nou dit, dit gaan we uitzoeken. Ja, precies. Elmer schreef... Uh, Hallo heren van de podcast. Sinds vandaag ben ik ook vriend van de show geworden. Heel goed, Elmer. Dat is een belangrijke voorwaarde. Iedereen die luistert en plezier heeft aan de podcast... steun ons en help ons de zomer door. Um, ik ben momenteel licht geblesseerd... en toevallig moeten mijn verstandskiezen getrokken worden. Nu ik geblesseerd ben... heb ik wat meer tijd om na te denken. Smiley. Mij schoot er binnen dat ooit Van Persie... Robin Van Persie, de voetballer, heeft het dan over... zijn ja. verstandskiezen heeft laten trekken... om blessures te voorkomen... Hij had het artikel nog even erbij gezocht uit 2009 op VI. Ik heb net ook even zitten kijken. En daar lezen we inderdaad dat uh, Robin van Persie in die tijd uh, actief voor Oranje. En het artikel gaat erover, oeh, is hij op tijd fit? Ja. Want hij is door zijn coach Wenger in die ja. tijd naar de tandarts gestuurd... om preventief vier uh, verstandskies te laten trekken. En dan staat er ook dat Wenger... Uh, vermoedt dat de vele spierblessures van de Rotterdammer... verband houden met zijn verstandskiezen. En, dan, en toen ja. werd ik heel sceptisch. Ja. Dit zou goed kunnen kloppen, zegt natuurgeneeskundige Arnoud van Oosten. Nou Jurgen, ja. je kan veel kritiek hebben op de Slim Pesteren podcast... dat de wetenschap die wij aanhalen vaak geen onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen. Dat wetenschap altijd achterloopt. Maar ja, natuurgeneeskunde is dan weer een ja, ander vakgebied. Zo keek ik er ook naar en ik eigenlijk uh, was het bij mij weggezakt. Ik heb nog even opgezocht. Het blijft wel in de voetbalwereld een dingetje, want ik kwam tegen dat Ali Sissoko, volgens zeg mij maar, toch een, een Fransman, die moest kon uitgeleend worden een paar jaar geleden aan AC of Inter Milan. Mm -hmm. En nou, dan worden ze altijd getest van tevoren hè? en toen besloten ze, sorry Ali, jij mag niet komen of je komt niet vanwege jouw slechte gebit. Niet per se stand kiezen, maar dan zie je dus dat sommige clubs kijken gewoon eh, in de mond van hoe staat het daarvoor als zijnde. Misschien de, een spiegel van de rest van het lichaam of van hier gaan we problemen mee krijgen. Zo goed om dat even uit te zoeken. En ik weet Arsen Wenger is dan de man. Die heeft natuurlijk wel, was destijds voor Arsenal, daar speelde van Percy. De, de grote man achter, toch de vele succes van Arsenal. Nou ja, die, is daar, die zat daar inderdaad een beetje voorop. Stond die van nou, volgens mij preventief doen. Omdat er een link ligt tussen verstandskiezen die mogelijk problemen gaan geven. Want daar denk je natuurlijk aan. En dan een relatie tussen uh, daarvan met, met blessures of overbelasting. Ja, Alleen ja, hoe zit dat dan precies? En dan, uh, nee, daar... maar de, de, de korte relatie snap ik. Ja. Hè, wat ik in de intro ook zeg. Kijk, als jij op punt staat om een marathon te moeten lopen. of een grote ja. belangrijke wedstrijd hebt. of de Olympische Spelen daar in Parijs. Ja. wil je niet te maken krijgen met een gaatje, een ontsteking, uh, tandpijn. die jou afleiden, die jou pijn geven, die jou presta Hè, dat, dat ja. prestaties in gevaar brengt, snap ik. Hier wordt gesuggereerd dat de verstandskies zelf <laughs> ja. een relatie zou hebben met blessures. Wat weet jij daar vanuit nou, jouw wetenschap? Nou, vanuit mijn over? wetenschap weet ik, want ik heb een tijdje ook in het uh, hart- en vaatziektenonderzoek ja, gezeten. Heb je veel onderzoek er naar dat? was je. even, uh, ja, misschien is het nog steeds. Toen weet ik dat er uh, uh, studies uitkwamen, verhalen waar ik uh, naar geluisterd heb. Van mensen die zagen relaties tussen mondgezondheid en uh, ja, uh, slagaderverkalking, atherosclerose. Maar nogmaals, ja, vaak relaties. Uh, Dat is iets anders dan oorzaak-verband. Ja. ja. En waarom die relatie? Nou, een studie, in ieder geval die ik tegenkwam, en er zijn er best wel veel gedaan. 60.000 man helden ze naar het ACTA. Dat is het grote, uh, Amsterdamse Amstelveelkundige ja. uh, Instituut. Ja, ja. en daar ja. hebben ze gelijktijdig gekeken naar mondgezondheid. En dan met name naar de ontsteking van je tandvlees. Maar dan wel richting eigenlijk je, uh, de, de wortels daarvan. Dus mm -hmm. je hebt... Uh, nou, tandvleesontsteking kan je oppervlakkig hebben. Dan heet het... Uh, ja, gingivitis, te ja precies, of gingivitis. En ja. dit is period of paradontitis. periodontitis. periodontitis. Ja. En die relatie tussen periodontitis en atherosclerose met daarbij of zelfs atherosclerose uh, is de aderverkalking uh, bij het hart of algemeen? Uh, algemeen. algemeen En dat ja. kan in ieder geval verhoogd risico geeft dat op uh, hartinfarct, herseninfarct. En misschien andere, ja, kan uiteindelijk ook weer hartfalen geven. En volgens hmm. mij hebben ze gewoon bij de 60.000 gewoon gekeken. Oké, okay, hoe ziet jouw mondgezondheid, in ieder geval die ontsteking eruit? Heb je ontsteking? En heb jij wel eens een probleem gehad met uh, slagaderverkalking Lees naar nou, herseninfarct, hartinfarct... Uh, daar kunnen ze redelijk, als ze daar op tijd bij zijn, tegenwoordig, kunnen ze dat redelijk in ieder geval. Nou ja, je gaat er niet meer dood aan, laat ik het zo zeggen. Je kan mm, daarvoor mm. behandeld worden, et cetera. Nou, en zij zeggen... En dan gaan ze corrigeren voor allerlei... Want dan heb je vaak van, ja, confounding factors. Ja, maar hé, hey, is het niet je leeftijd die daar speelt of een rol speelt? Is het geslacht? Is het je hoge cholesterol? Mm, mm. Uh, bloeddruk? Al mm. die risicofactoren die er zijn voor hartstikke die wil En dan zei ze, nou, dat was hun conclusie dat... Uh, parodontitis en is dus een onafhankelijke risicofactor voor uh, het krijgen van uh, hart- en vaatziekte. Ja. Ja. dus die okay. nogmaals dus daar grote lag een relatie daar. Daar. Ja. tussen mondgezondheid en andere uh, ziektes ja. in het. En waarom lichaam. dat zo is, is dat uh, hart- en vaatziekte vaak wordt gevonden een laaggradige ontsteking van je bloedvaatwand. Ja. Um, ja. waarom dat precies is? Het immuunsysteem is een beetje van slag in ieder geval. Dus daardoor is er minder bescherming van die hart, uh, van die bloedvaatwand. Die zit daar normaal om ja, de goede dingen door te laten, mm. bijvoorbeeld voedingsstoffen en juist de indringers of nou ja, vet of noem maar op, om die in ieder geval niet uh, niet op te nemen. Nou, met atherosclerose gaat dat mis, omdat die vaatwand die wordt dan een beetje plakkerig en er gaan uh, ontstekingscellen zitten, er gaan bloedplaatjes zitten, er gaat vet zitten en dan krijg je ja die typische, nou ja, verkalking of in ieder geval het, het ontstaan van een een plak ja. of een stenose of hoe je het wil noemen. En dus die relatie is er wel. Dat is een ontsteking. Ja, die kan zich eigenlijk door het hele lichaam Uitbreiden. En ja. dat wordt dan gezegd van ja, als jij te lang zit met een ontsteking in je tandvlees. En als die de ruimte krijgt om uiteindelijk, ja, ontsteking is toch ontstaat door bacteriën vaak. Mm -hmm. uh, zit je natuurlijk in je mond, virussen, maar die bacteriën, ja, als die de kans krijgen om enerzijds je immuunsysteem op hol te brengen, omdat het heel en hard. Of anderzijds omdat die bacteriën denken, ja. Ik zit hier lekker bij mijn tanden, maar ik wil ook wel, ook verderop, wel verderop in je lichaam eens gaan kijken hoe dat eruit ziet. Ja. ja, dan kan het uh, best zijn dat je daar dus uh, ja, zo'n chronische, systemische ontsteking krijgt. En gaat dat dan ook doorwerken naar de spieren? Gaat je dat... zegt, dit gaat over bloedvaten. Ja, nou, bloedvaten uh, zitten in principe zit ook in spieren. Ja, zeker. Het kan overal. Overal wordt eigenlijk alleen, ja, waar dan? En dan is dus de... Uh, de... Ja, uh, gemene deler is een vaatwand die licht ontstoken is, of ja. in ieder geval ja, wat plakkeriger is geworden, wat ja, iets meer lekkage ook van stoffen die eigenlijk niet mogen lekken. Maar dat wil niet zeggen dat overal dan uh, uh, vet, ja, ook daadwerkelijk vet of zo'n stenose mm, of zo'n plak mm, ontstaat. Dat mm. gebeurt dan op specifieke. Uh, locaties in ja, het lichaam. Ja, ja. En dat heeft alweer met name te maken hoe de bloedstroom daar nou werkt. Ja. Kom je richting de hydrodynamica van laatst. Ja, 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 ja. Wervelingen, die ja. vortex. Ja. Nou, daar waar het bloed dan ook nog uh, niet netjes langs die vaatwand stroomt, maar een beetje gaat uh, rondcirculeren en uh, wervelen. Ja, daar ontstaat dan echt die verdikking uiteindelijk. En je legt dit uit om dan te zeggen, dat is waarschijnlijk niet in je spieren. Nee. Nee, nee dat exact. zijn de grote vaten en met name naar nou, en kunnen we dit dan dit, en, dit, dit, dit technisch biologische college dan afsluiten <laughs> met de conclusie relatie mondgezondheid en vaten ja ja relatie verstandskiezen spierproblemen heb nee. jij in ieder geval nee. niet in een studie kunnen vinden en je gaat ook meteen denken van uh, is er een relatie met maximale zuurstofopname prestatie ja. Oh, ja. sportprestatie ja. Ja. Nee, daar ontbreekt het aan. Ik moet wel zeggen, er is dan één studie echt verschenen. Een jaar lang FC Barcelona uitgevoerd. Ja. tijdje terug al. En die dokter heeft gedacht: van oké, okay, wat ik doe, ik ga enerzijds een aantal uh, metingen doen in, uh, in, ja, aan het gebied. En dan komen we zo wel op wat, waar dan naar gekeken wordt. En anderzijds ga ik kijken. Of mensen blessure krijgen van die spelers. Ja. Nou, Hij had iets van vijf, een vijftal uh, metingen gedaan. En hij vond uiteindelijk eentje die re, ja, correleerde met. Hij zag een verband. En dat was voor plaks. Dus voor tandplak. Uh, maar andere mondgezondheidsmaten vond hij eigenlijk niet. Dus dat wil ja, dat is een beetje kijk. Ja, en de, de aantallen zijn hier natuurlijk veel nee, te klein het is gewoon een om te kunnen van, zeggen nou ja, pak een beetje 20 ja. 25. Dus dit was toeval. Ja. ja. Misschien. Dus het is gewoon maar ja, het zijn ook hele moeilijke, moeilijke studies als je dat wil uitvoeren. Want je zou eigenlijk twee groepen willen hebben bij eentje die je zegt: "Moet willig van. Nou, jullie mogen niet poetsen of uh, ja, dat kan natuurlijk ja, medische Die "We verneuken niet. je je gebit even en dan ja. gaan we eens kijken of je meer blessures krijgt." Dus dat, dat kan maakt niet. het lastig te onderzoeken. Nee, dus je moet het achteraf uh, terugzoeken. Ja. Neem eens mee in de relatie tussen sport en een goed gebit. Ja. Wat, wat is daar wel onderzocht? Nou, weet je wat? In, toch interessant. Je denkt sporters zijn bezig met hun lijf, uh, gezond, gezond eten, gezond leefpatroon en uh, ja, willen er uh, nou ver, verzorgen hun lichaam goed. Dus doen dat ook voor hun tanden. Maar, nou ja, als je dan, uh, daar begon het eigenlijk al mee van uh, bij standaard bij de Olympische Spelen hebben ze een, een tandartspost staan. Uh, In het staan. Olympisch dorp. Ja. ja. En die wordt best wel goed bezocht. Uh, en toen dachten die tandarts daar van... ja, is mooi, dan kunnen we meteen onderzoek doen. We gaan gewoon noteren van wie er langskomt... uit welk land kom je, welke sport doe je... en uh, ja. wat is er met je tanden uh, goed of, of niet goed... Ja, dan krijg je wel een enorme bias een beetje van want wie gaat daar naartoe. Dat zijn natuurlijk de mensen die normaal misschien wel nooit naar een tandarts gaan. Uit ah. uh, de Afrikaanse landen bijvoorbeeld. Of ja, waar uh, het uh, ontzettend duur is om naar de tandarts Desal niet te gaan. Desalniettemin heeft het IOC heeft wel wat rapporten uitgebracht. Waaruit bleek van, nou, uh, de mensen die aan de Olympische Spelen meedoen, zo goed is hun uh, gebied niet. En dat zie je hetzelfde terug bij studies die uh, bij de FIFA bijvoorbeeld zijn uitgevoerd rondom uh, WK's bij Britse, Spaanse, Braziliaanse voetballers. Nou, matige mondgezondheid, uh, Olympische spelen, atleten dus. Dan blijkt, uh, even kijken, de helft van die topsporters die daar langs kwamen hebben tanderosie. Maar nou, dat is een algemene slijtage dus ja. van je tanden. Uh, en dat blijkt dan die helft dus is 20% meer dan de doorsnee bevolking. Ja, want daar moet je natuurlijk tegen afzetten. Ja. Want dat is dit gewoon een vertegenwoordiging. Klopt. Okay, dus, dus meer dan bij quote-unquote normale of niet topsportpopulatie. Ja. De helft Omdat gaatjes op dat moment. Nou, dat, dat uh, is waarschijnlijk in... in uh, de helft de van de, 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 de mensen die naar de tandarts gaan... In, In een Olympisch dorp. Ja, dus dan ja. is er wel iets aan de hand. Dus tuurlijk ja. kom je daar dan met een gaatje. Ja, je hebt tandpijn. Precies. 8 ja. op de 10 ontstoken tandvlees. Ja. En één op de 20 die vertelde: Mijn tandprobleem veroorzaakt, of ik heb problemen met mijn tanden veroorzaakt, prestatie. Kan, ja, verzorgt prestatieverlies of kan minder trainen. Ik kom zo op een Nederlandse studie en dan kan ik daar nog iets verder uitdiepen. Maar dat geeft aan dat het best wel serieus. Ja, het is nou niet dat ze dus sporten kan goed zijn voor je uh, algemene gezondheid, maar per definitie voor de mondgezondheid. Daar lijkt top sporten het niet op. Topsporten hebben we het ja. nu ja. over, hè? Ja, top. En uh, nou, welke oorzaken worden dan genoemd? Mm -hmm. Nou, je kan ze deels denk ik zelf ook al invullen. Is toch het, nou ja, de voeding. Sportvoeding denk ja. ik, hè? Met name veel zoete, ja. suikerhoudende. Zoete meuk. Ja. 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 En, uh, nou, en daar bovenop nog een paar dingen die dan genoemd worden. En nogmaals, is dat allemaal onderzocht. Maar je kan daar wel een beetje over nadenken. Denk van, nou, het zal niet meehelpen aan. Dat is toch uitdroging en met name dan een droge mond. Waardoor minder ah. speekselproductie. Uh, ja, ja. En speeksel is ook uh, daadwerkelijk een, een filmpje wil je natuurlijk op je tanden hebben ter bescherming tegen nou, ja is dus de eerste zuur, laag van bescherming te, ja. bescherming toch dus ja. doordat je veel sport heigt hmm. uh, heb je veel een droge mond ja. en en daardoor is eigenlijk je je zijn je tanden kwetsbaarder ja. Of in ieder geval meer blootgesteld Precies. aan uh, gevaarlijke ja. je zit ook veel stof. met je mond open natuurlijk dan ja, uh, komt veel binnen uh, ja uh, onderdrukken Immuunsysteem door overbelasting, ja, als jij gewoon in de zware trainingsperiode zit, ja, dat hebben we het wel eens een keer over gehad, volgens mij, in mijn aflevering over rondom COVID. Wel is dat er, nou ja, er is zo'n relatie wel tussen veel sporten en het immuunsysteem. En als jij inderdaad richting overbelasting gaat, ja, dan gaat je immuunsysteem. Wordt daar ook kwetsbaarder door? We hebben die vraag uh, afgelopen winter ook een paar keer in de mail gehad. En ik heb dat ook nog even teruggelegd naar Guido Vroemen. Maar die zegt dan toch uiteindelijk: ja. Je wordt niet ziek van veel rustige, duur sporten. Mm -hmm. Nee, precies. En volgens ja. mij, wat ik me herinner uit die aflevering, het was ook een soort U-curve. Ja, dus het in de eerste instantie zeg. word je gezonder, ja. gezonder, gezonder. Ja. gezonder. Ja. Guido zegt ook: Het intensief sporten doet wel wat voor je immuunsysteem. Dus als je veel anaerob traint, veel intervalt, veel. Ja. Daar gebeurt wel iets. Maar inderdaad, mensen die voor marathons trainen of heel veel uren gaan lopen, daar is dat niet zo snel aan de hand. En dan zeg je er ook. Ja, je wordt gewoon ziek van de dingen die we in de COVID tijd ook niet mochten. Namelijk van handen schudden, je handen niet wassen ja, ja. en in je mond en in je gezicht zitten. Ja, met je en toen we gewoon de open window uh, hypothesis, of zo, is dan dat je op het moment dat jij aan een marathon meedoet en daar met duizenden andere mensen staat. Ja, je nogal ontvankelijk bent waarschijnlijk van, uh, voor virus en bacteriën die op dat ja, moment rondom En je rondom komt nogal veel mensen die heigen uh, tegen. Uh, ja, precies, ja. <laughs> Maar eentje die ook genoemd wordt is uh, oprispingen. Oprispingen. Ja, en ja. natuurlijk, ja, goed. Uh, en waardoor de zuur in ja, je mond vanuit, en dus tegen je tanden aankomt. Precies, vanuit jouw maag uh, gaat een of ander een soort reflux weer terug in je mond. Ja. Wil je niet? Uh, er zijn natuurlijk uh, twee soorten of een aantal uh, scenario's waar topsporters dat tegenkomen wedstrijdspanning, ja. toch? Kotsen voor de wedstrijd, ja, zo zenuwachtig. Ja. Ja. Ik heb wel eens een mooi stuk gelezen over Dylan Groenewegen... die dan ging trainen op het viaduct... en ja. zich zo naar de vaantjes reed... Ja. dat hij ook moest kotsen ja, van de inspanning. Ja. 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 Uh, dus in die zin komt een, een topsporter wellicht wat vaker... Reflux tegen <laughs> ja. dan een normale. Vraag eens even hoeveel amateursporters dat ja, dan tegenkomen. Ja. Ja. En het andere laatste, die dan genoemd wordt. Ja, goed, sporters zijn met sporten bezig, met trainen en niet met, uh, met hun tanden. En uh, hebben geen tijd om naar de tandarts te gaan of om daar. Dus het is een beetje, maar er zijn wel een aantal factoren waarvan je best kan vermoeden: van nou. Dat, uh, dat kan misschien bijdragen aan de wat slechtere mondgezondheid. En wat aan de moeten andere... wij dan hiervan leren als amateursporters, Jurgen? Dat we dus... Sowieso zijn we geen topsporter. Dus wellicht al die onderdrukking van immuunsysteem ja. en zo. Dat, dat speelt misschien wat minder. Ja. Er zijn genoeg triatleten, marathonlopers... die wel bakken sportvoeding naar binnen ja. douwen. Ja. Dus dat is wel een risicofactor. Mm -hmm. Ik weet niet hoeveel van onze luisteraars... tot, tot reflux toe aan, ja. <laughs> aan trainen of zenuwachtig zijn. Maar dus extra poetsen of zo. Ja, is dat zeker. Ik zat nog even te denken, ja, moet je sportvoeding per se.? Ja, natuurlijk moeten daar suikers in zitten. Maar dat hoeft niet per se aan de buitenkant al heel erg zoet te zijn, toch? Dat nee. uh, zolang het dus. Kom je toch weer uit. voor de Zweedse hydrogel. Ja, precies. Hè, waar het lekker verpakt is in een hydrogel. Of de aardappelpuree, uh, die ik dan <laughs> altijd noem. Of, lekker. Uh, nou ja. ja. Nee, goed poetsen en uh, denk toch, ja, weet je, cliché... Toch gewoon ook naar nou, die, die tandas blijven gaan. Ook al neem je nieuwe en denk je, ja, moet dat nou. En ook al ben je op, daar bang voor. Ja. Ja. ja, kijk, die, die, die link. Ja, goed. Nou ja, nogmaals, oké. Je hebt onderzoek of geen onderzoek die direct in de relatie laten zien. Maar goed, als een ontsteking daar lange tijd zit uh, en zich uitbreidt. Nou, wat er echt gebeurt bij die uh, paradontitis of periodontitis. Is dat dat het kaakbeen echt een beetje weggevreten ja, kan ja, ja, ja. worden. En uh, daar komen ze die tandartsen, ook wel eens tegen. Onder andere in een onderzoek wat dus in Nederland is gebeurd. Kijk, Nederland is, loopt in ieder geval voorop. Of daar vinden ze in ieder geval uh, voor Olympische sporters, NOC en NSF. Belangrijk dat straks in Parijs, andere Olympische Spelen in het verleden. Ja, dat we niet gedoe krijgen met mensen die uh, voor de finale iets hebben. Oh shit, ik heb uh, tanden. En uh, ja. 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 Dus wat die, die later hoorde ik, uh, de chef, de, uh, de medische chef is, uh, meen ik, Maarten Moen. Ja. Die vertelde of die schreef ergens van, uh, wat wij doen is in ieder geval dat we gaan langs naar professor Wolfius in Rotterdam. En hij noemde hem de Rolls Royce of de manier waarop hij kijkt naar tanden onder de mondcontroles laat hij uitvoeren. Ja. Um, en ze zijn begonnen in 2016 in de aanloop naar Rio. Hebben ze een onderzoek gedaan, daar hebben ze ook een artikel over geschreven, zet ik in de show notes. En toen hadden ze voor het eerst iets, ja, we moeten gewoon een soort nulmeting hebben van hoe staat dan de mondgezondheid van onze Nederlandse sporters bij. Hebben eigenlijk 800 mensen uitgenodigd, die waren destijds, misschien een half jaar tot een jaar voor Rio, hadden ze iets, die kunnen potentieel uiteindelijk naar Brazilië uitgezonden worden of daar sporten. Nou, Krijg je het al van kom je langs in Rotterdam voor een uitgebreide gratis check en uh, eventueel advies? Nou, uiteindelijk reageerden er 116. En uh, zij zeggen daar ook wel wat over. Ja, wie, wie reageren dan? Dat is mensen die juist goed poetsen, misschien van nou, maar ik kan niks maken. Of iets wel bezig zijn met mondgezondheid, of juist iets hebben. Nou, ik twijfel. Dat is een beetje onduidelijk ja, of dat een goede doorsnede is exact. van. Uh, een relatief klein deel. Een achtste, iets meer dan een achtste, meldt zich. Ja. En je moet dan altijd goed kijken, als je naar de bevindingen daarvan kijkt. Ja, maar ja. Welke, welke selectie heeft daar plaats plaatsgevonden? In dit geval gingen we het waard wel uh, van de 116, 75 vrouwen. Ja, oké. Okay. Uh, en waarvan 80% zei. Ja, ik poets twee keer per dag. En ik ga één keer per jaar naar de tandarts. Dus, okay. nou. dus die hadden de basis mondhygiëne op ja. orde. Ja. En dan. <laughs> Nou, hoe meet je dan die mondgezondheid? We hebben een aantal indexen. De, ene, de eerste is de DMFT-index. staat voor Decade Missing Filled Teeth. Oh ja, dan moet je gewoon tellen ja, hoeveel maar... tanden zijn decayed of ben je kwijt of ja. hebben vullingen, ja. zoals jij. En dan kun je van 0 tot 20, loopt dan die schaal. De uh, BEWE, dus de Basic Erosive Wear Examination. Dus mm -hmm. kijk je denk ik... ja, slijtages, slijtage, Je Die gaat dan van 0 tot 18, vraag me niet waarom. <laughs> en dan heb je de DPSI, de Dutch Periodontal Screening Index, van 0 tot 4. Nou, de mediaanscores, die uh, noteer dus eigenlijk je zet op een rij. En dan de middelste uh, score is yeah. dan je mediaan. Ja. Yeah. Dus dat is, kan afwijkend zijn van je gemiddelde. Hangt een beetje van de verdeling af, natuurlijk. Viel allemaal mee, want de DMFT, eh, DMFT kwam op 3 uit. Ja, en die kon 16 worden. De ja. BW2 van 0 op de 18, had ik of zo. Nou ja, en de gemiddelde DPSI op 2. Dus Dit eigenlijk. zegt mij natuurlijk helemaal nee, niks. Jorgen. Maakt niet maar uit. Het viel wel mee, is je conclusie. Ja, goede scores vonden zelf. Maar toen gingen ze toch dieper dijven. En dan zeiden ze: ja, slechts. 28% van deze groep, 116, geeft aan, rapporteert, nooit last te hebben van tanden. Betekent dat dus 70, uh, 72% wel. Ja, en daar moeten we dus eigenlijk nu van maken: 72 mensen. Ja. Want we hebben maar 100 van ja, die 800 sporters ja, uh, ja. ja. te pakken. Ja. Hè, voordat we daar zeggen, drie kwart van de sporters rapporteert tandproblemen. Mm, maar belangrijker was 43% van deze sporters, van die 116, volgens mij zijn dat iets van 75 of zo. Nee, 50. Dan. 50 dan was. het. Ja. Ja. Uh, was er iets aan de hand en zij kregen ook een verwijzing naar hun reguliere tandarts. Terwijl zij dus twee keer per dag poetsen. En één keer per uh, jaar naar de tandarts gaan. Gaatjes bij 75% van de atleten. En dat komt overeen eigenlijk met de Nederlandse toers en de Nederlandse bevolking. Oké, okay, die bij een tandarts komt. Ja, Ja. Ontstook, ja. maar ja, wanneer waren ze dan voor het laatst naar de tandarts geweest? Zij denken achteraf misschien jokten ze wel een beetje. Gingen ze helemaal niet naar die tandarts. Of gingen ze bij een, uh, een, een oom langs die... Uh, ja. Ontstoken tandvlees uh, bij 66% ja. van die 116. Best veel. Tanderosie bij 60%. Ja. En dat heb je het weer. Uh, hadden we hadden het net ook over volgens mij. 60% is dubbel zoveel als bij niet-sporters van die leeftijd. Ja, dus dat komt een beetje overheen. Maar wederom weer met die selectie-bias... dat die mensen al zich aanmelden voor dit proefpersoonlijk. Uh, ja. ja, maar ik geloof echt dat juist de mensen... Uh, ja, nou ga ik heel kort. Nee, door de bocht. We gaan, we gaan ja. het wat concreter maken. We gaan zoomen met Vroemen. Uh, vertel, wat moeten we nog weten uit deze studie? Want het blijkt dus wel degelijk iets aan ja. de hand bij ons Nederlandse topsporters. Nou, Gelukkig kan... worden ze gemonitord en uitgenodigd om er ja. wat aan te komen doen ja. bij de Rolls-Royce onder de tandcontroles. Ja. Dankjewel, NRC, NRC. Maar ja, misschien is twee keer per dag uh, Poetsen is al niet genoeg. Eén keer per jaar naar de tandarts is eigenlijk niet genoeg. Ja, voor je het weet heb je toch gewoon uh, op dat moment niet de ja die perfecte mondgezondheid, maar um, ik ga ja. twee keer per jaar naar de mondhygiëniste op advies van mijn tandarts. Dat doe ik tegenwoordig. Hij zei, hij zei, ik hoef jou niet meer ja. ieder half jaar, of zelfs niet. Nee, ik mag één keer om de twee jaar naar hem als ik twee keer per jaar naar de mondhygiëniste ga. Ja, ja. En daar rams zij al die plak eraf en dan zegt ze weer, je moet meer flossen en ja, stoken en dat doe dat ik dan dat niet. Dat is het dafje van de tandarts. Uh, nou ja, maar en, dat en, uh, voelt ja, voor mij wel voor als goede ja, preventieve het, zorg. Ik doe het ook, zeker. Ja. 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 ja, Nou, goed. Leuk. Verhaal over tandartsen. Zo <laughs> even horen waarom die vroemer zo aanging op, dat, uh, op dit thema. Maar niet voordat we even gaan luisteren naar een van onze luisteraars die wij gevraagd hebben. Goh, noem ons één ding waardoor jij sneller gaat met simpesteren. En het leuke is, Marcel Teunissen, heb je trouwens nog een leuke trail meegelopen yep, in de top. nacht. Die stuurde een bericht in wat te maken heeft met tandenpoetsen. Nou, hoe mooi kun je het hebben. Luister wat Marcel heeft geleerd van de Slimmer Pesteren podcast. Wat is één ding waardoor jij sneller gaat met slimmer presteren? Miep, miep, miem! Beste SPP'ers, een van de eerste podcasts die ik luisterde, kreeg ik een tip waar mijn tandarts heel erg blij van werd. Want tegenwoordig poets ik mijn tanden de volle twee minuten. En dat is te merken bij de mondhygiënisten. Zij is sindsdien heel snel klaar met mij. Dat komt omdat ik tijdens het vervelende saaie poetswerkje iets te doen heb. Op één been staan. Ik sta deftig seconden op het ene been, daarna op het andere en dat wissel ik af. Naast hele schone tanden heeft het nog een ander voordeel: sterke enkels. En dat is weer handig tijdens het trailrunnen. Zoals laatst tijdens de Utrechtse Heuvelrug Night Trail, waar ik samen met Jurgen aan mee heb gedaan. Door mijn zwakke hoofdlampje had ik vaak geen enkel idee waar ik ging landen. Maar dankzij die tip heb ik heerlijk en zonder blessures. 10 kilometer door het bos kunnen draven. Bedankt namens een trouwe luisteraar. Ja, dit is Leuk. dus waarom ja. we deze rubriek hebben. Alsof hij wist van dat dit eraan kan, maar nee. Uh, nee, het nee, is, is die, uh, min of meer toeval. Ja. Al moet ik wel zeggen, ik wist dat ik deze natuurlijk had gehad, jij dus die heb ik wel op op aan op deze, deze aflevering gekoppeld. Ja. Dus, mocht je nu uh, zitten te luisteren, dan, uh, en heb jij ook wel iets waarvan je denkt, oh ja, dit doe ik tegenwoordig ook wel, dankzij de Slimmer Posteren podcast. Laat het ons weten. Spreek het in, in een bericht van maximaal 30 seconden. En als je te horen bent in een toekomstige aflevering, sturen wij jou een paar snelle sokken op en als je niet kan wachten, dan kun je die snelle sokken ook bestellen in onze webshop. We hebben een model voor wielrenners en we hebben een model voor hardlopers. Model van hardlopers, iets dikkere voetbed uh, en een extra verstevigde band. Wat je ook kan doen, als je nou zegt: ik heb die sokken al, of ik wil, uh, ik wil geen uh, mooie lichtblauwe slimbesteren sokken. Dan kun je ons ook steunen door middel van een kopje koffie per maand, of liever nog een hele pot per jaar. En uh, als je dat doet, dan uh, ga ik je noemen in de aflevering. Want uh, Jurgen, weet je wie uh, allemaal nieuwe vrienden van de show zijn? Ik ben geworden? heel benieuwd, Gerrit. Jasper van Bommel deed in één keer de hele pot. Maarten Balk deed het ook. Nino van Arkel deed het. Gijs Flinterman, Marijke, Lily Gong. En Wouter Joustra zijn allemaal vriend en vriendin van de show geworden. En uh, ja, kan niet anders zeggen dan uh, dit soort steun hebben wij nodig om de productiekosten een beetje te, uh, in de hand te kunnen houden. En te kunnen blijven doorontwikkelen en doorwerken. Aan dit mooie imperium. Op weg naar de 200ste aflevering. Zaterdag 19 oktober. Als je het nog niet gedaan hebt. In diezelfde webshop vind je ook een knop: bestel nu je kaartjes en zorg dat je erbij bent, want vol is vol en het begint inmiddels aardig hard te lopen met de tickets. Dus uh, slimmerpodcast.nl/webshop. Tot zover, we gaan zoomen met vroemen. We gaan zoomen met vroemen. Zoom, zoom, zoom. Vroem, vroem. Guido, goedemorgen. Hey. Goedemorgen, Guido. Hey, goedemorgen. We treffen jou uh, wederom onderweg. We hebben je een aantal weken niet gesproken. Fijn om je weer te zien en te horen. Um, hoe is het met de, de tandjes- en de mondgezondheid vanochtend? Ja, de tandjes is al jaren een probleem bij mij. Nee, toch? Dus uh, dat is een, 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 een groot uh, 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 probleempunt bij mij. Dus ik heb, ja, hoe dat nu is, ik heb nu niet uh, direct klachten ervan. Uh, maar het is de afgelopen, nou, twintig jaar wel anders geweest. Hmm. En heeft dat iets te maken met jouw fanatieke sportverleden, Guido? Absoluut. Ja? Hoe dan? Absoluut. Ja, allerlei uh, zaken in het begin, zeg maar, dat je heel vaak... Ja, je, je wilt uh, um, je, je uh, suikers binnenkrijgen. Um, en, maar dan, ja, weet je, dus heel veel... Aanvallen van um, zoete en zure producten op je gebit. Zonder dat je dat eigenlijk uh, daarna nou ja, neutraliseert uh, met water. Um, gewoontes van um, nou ja, zure snoepjes en dat heel vaak. Nou ja, niet, niet uh, meteen doorslikken uiteraard, maar gewoon heel lang in je mond houden. Mm. Zodat je heel lang eigenlijk een zuur aanval op je tanden hebt. Ook met, met zure vruchten, citroenen, sinaasappels. en um, dat heeft denk ik heel veel schade. op een dure tanderosie ontstekingen daar als gevolg van in mijn mond veroorzaakt. En ik heb daarbij ook nog een soort nou, overbeetknars. Dus dat, er, dat ik eigenlijk daar nou ja, de achterkant, mijn onderkaak zeg maar, de achterkant van mijn nou, snijtanden zo afveild. Hmm. Ja, die heb ik ook. Ik ben ook een knasser. <laughs> en werd jij daar destijds ja. al voor gewaarschuwd? Was er überhaupt aandacht voor? Nee. Nee, weet je, ik ben als kind altijd gewoon. tandartsbezoek bezoek altijd. Ja. En dan kreeg je van die ontzettend smerige vuurgenbeetjes altijd in, Dan moest je dan een kwartier mee zitten, en dan kwam hij wel weer terug nadat hij als controle had geweest. Dus dat heb ik allemaal doen open. En toen had ik ook wel eens een gaatje en zo, hè, wat je ook als kind snoept. Maar eigenlijk is dat sinds ik ja, veel duursport ging doen, en dit is zeg maar in mijn studententijd daarna, hè, dat begon het een beetje. Ja, is dat. Uh, um, nou, ...erger geworden en niet tot... ...ja, dan heb je ook al een tandartscontrole... ...en dan kijken ze wat er is en dan zien ze als er een probleem is. Um, maar toen was er ook nog niet echt zoiets van... ...oh ja, je hebt uh, gebruikt uh, veel uh, sportdranken... ...en mm -hmm. dat soort zaken, dan moet je mee oppassen... ...want uh, dat geeft op den duur heel veel uh, tanderosie. Ja. En is die waarschuwing er nu wel dan voldoende, vind jij? Of zie jij dat om je heen bij jouw atleten bijvoorbeeld? Zijn die zich daar bewuster van? hou ze er rekening mee? Ja. Ja, de ene. Ik denk, het is niet dat ik dat uh, nou bij elke uh, lange training zeg van, ja, na, na dat je uh, spoordrank hebt genomen, even naspoelen met water. Ik want wel een tip is altijd dat je als je gaat fietsen en je hebt spoordrank op je fiets, doe altijd een bidon met water erbij. Mm -hmm. Want als je die spoordrank hebt genomen, daarna even nog even spoelen met water. Want en dat, dat zou meeste, al genoeg zeg maar... zijn om de eerste zuuraanval een beetje te neutraliseren. Ah genoeg, genoeg, dat weet ik niet, dat meet ik niet, hè. maar ja. het is beter dan dat je het niet doet. Ja, precies. Hè, als je het als je met water gewoon naspoelt, dan heb je nog een hoop verdunning al. En ja, misschien is dat allemaal wel, helpt dat wel. Ja. Heb jij het idee dat het onder jouw atleet of onder andere collega's sport, ik eh, bedoel, dit, dit is jouw verhaal, dit is in lijn met wat we in deze aflevering ook bespreken en, en de risico's die we zelf kunnen verzinnen. Is, heb je het idee dat het bij meer atleten speelt? Ben je er bekend mee onder jouw topsporters die je begeleidt? Nou, de meeste hebben wel een goed gebit. Dus dan klaar, uh, als je een goed gebit hebt, klaag je er niet over. Hè? Dan heb je er ook geen last van. Ja. Dus ja, het, het gaat pas problemen opleveren als je er pijn aan hebt, altijd als je eten. Dat je niet goed kunt eten. Dat dat ja, je pas eigenlijk te klagen. Het is niet zo dat ik bij elke atleet die niet bij mij nieuw komt, dat ik eens in zijn mond ga kijken hoe is je gebit. Ah, want dat deden ze bij uh, Milan wel. En toen werd ook uh, de ja. voetballer afgekeurd. Maar goed, nee, het is ook logisch dat jij dat niet doet. Ik ben wel even benieuwd. Een van de redenen dat we het hier vandaag over hebben, is ook dat, dat acute tandproblemen natuurlijk echt een bedreiging kunnen zijn. Voor de, voor de wedstrijddag of de prestatie. Heb je daar al wel eens nou, iets meer, uh, gehoord ja. of meegemaakt? Ja, nou ja, weet je, als je een, uh, met name als je dan een, um, een wortelpuntontsteking krijgt die dan ineens uh, opkomt zetten. Nou, ik denk niet dat je dan even nog een wedstrijd natuurlijk gaat doen hoor. Nee, he. He, dus dat, dat, dat gaat heel veel impact hebben. Maar daar zit er, daarvoor zit er natuurlijk al een hele lange fase dat iets, ja, iets rommelt. En, mm. en langdurige tanderosie, en infecties in de mond, dat vreet energie. Dat zorgt ervoor dat je gewoon niet goed herstelt. En vaak denk je: ja, ik heb niet goed genoeg geslapen, eh, onvoldoende gegeten, wat andere stress. Maar toch zal er, kan het ook gewoon zo zijn dat je gewoon een slecht gebit hebt. Wat gewoon altijd een staat eh, in stand houdt van slecht herstel. Ja, ah, ja dat is... Je okay. eet ook minder. Het ja. geeft ook vaak, als jij pijn in je mond hebt, dan eet je minder. Ik heb wel, eh, wel zo'n zo fase gehad. Dat ik eh, volgens mij drie tanden geëxtraheerd heb, die eruit moesten. En ja. dan moet je wachten op implantaten. Oftewel, dan zit je twee, drie weken eigenlijk met wonden in je mond. Nou, daarbij ben ik drie kilo kwijt. Dan eet ik gewoon bijna niet. En ik moet denken, wat ziet hier toch afgetraind uit, die vroemen. <laughs> wat is had Ja, gewoon niks. Ja. ja, wat ben je scherp. Maar ja. dan heb je elke keer als je moet eten, dan denk je, oh nee, dan gaan we weer. Ja. Hoe krijg ik dit binnen? Ja, en, en de hele tijd alles pureren met, 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 met uh, staafmixer. Ja, dan, dan krijg je ook echt niet zoveel binnen als dat je nodig hebt. Hey, uh, jij bent natuurlijk opgeleid tot sportarts. Uh, volgens mij is er nog geen opleiding sporttandarts. Zit er, zit er wel ja. al iets in uh, jullie uh, in, in de opleiding tot, tot spoor, sportarts inmiddels? Om, ja, dat als je praat dat, over ja, gezondheid, ook over gezocht. de tanden. Ik heb er wel eens gezocht naar sporttanders, maar die zijn er dan, volgens mij wel. Maar die, dan gaat het met name om gebidsprotectie. Ah ja. ja. Hè, dan heb je het over zeg maar, middelen zoals een bitje en dat soort ja. zaken om je tanden te beschermen. Ja. Ja. Maar dat is, dat is denk ik in onze sport, van, uh, dat hardlopen, wielrennen uh, en zwemmen, triathlon. Ja, dan heb je toch gewoon veel meer aan de zorg, hè? de tandzorg. Mm -hmm. De mondhygiënist bijvoorbeeld. Ja. Ik denk dat dat een heel goed punt zou zijn. Als je dat. Ja, weet je, er zijn natuurlijk wel uh, mensen die dan wat meer gespecialiseerd zijn op sporten. Maar daar hoeft niet een, ja, een heel specialisme voor uh, opgetrokken te worden. Um, mondzorg moet gewoon eigenlijk ja, goed zijn. Want ja, het meeste wat je eet is natuurlijk gewoon buiten de sport. Ja. Nee, ja, je eet waar. natuurlijk niet ja. het meeste als je aan het sporten bent. En er zijn wel basisregels die je kunt zorgen. Ja, weet je, als ik daarvoor zorg, dan is mijn mondhygiëne gewoon veel beter. Mm -hmm. ja. Nou, dan hebben we die hier toch, ondanks dat het een wat gekke aflevering leek in eerste aanzicht, ja. toch een aantal praktische tips opgedaan. Net uh, in dit fragment over sportdrank, altijd even proberen na te spoelen met water, ook als je bijvoorbeeld in wedstrijden. Hè, Zo'n marathonstations, je hebt het nu meegemaakt. Daar heb je altijd spoordrank en water moet wel bedenken, vaak ja. krijg je eerst water aangeboden dan sportdrank dus moet je die even je mee lucht. Dus, yeah. <laughs> <Je laughs> ja, even, even teruglopen. Even ah. terug en van water halen. <laughs> wat, dus dat do is wat doet die nu? Ja. We hebben van Marcel Teunissen geleerd. Even uh. twee minuten tanden poetsen door gewoon net uh. ja. een seconde ook even de enkels uh, te training. trainen op allemaal, dan, uh, dan maak je dat ook vol. Ja, en dus dan hoor ik nu Guido toch ook, maar, maar we zeggen toch minimaal twee keer per jaar maar naar die mondhygiënisten. Ik ja. denk misschien ligt hier wel, ja, je hebt natuurlijk geen ketens of zo, hè? anders ligt hier een mooie commerciële samenwerkingspartner. <laughs> Slim presteren, kort bij de mondhygiënisten. Nou, die hebben we helaas nog niet. Mocht jij nu bij een mondhygiënistenpraktijk werken of kennen, dan weet je ons te vinden. Um, Heb het onderwerp dan rond? Misschien nog een stukje verstand kiezen. Want ja. daar begon het. Ja, het mee, dat al die dat voetballers destijds, oh, Robin ja. van Persie... Liet trekken. Ja, ja liet uit voorzorg voor uh, ja, dat het. Voor spierblessures, ja. hoe dan? Vanwege die relatie. Jurgen kon het niet ja. uitgelegd krijgen. Die zei iets, ja, er is wel iets van de relatie tussen mondhygiëne en, en je hart en je vaten. Maar specifiek. Qua ontsteking, ja, volgens ja. mij is. De... Ja. Die is anders. Ja. ja. Hoe zit het die dan specifiek je, okay. tussen verstandskiezen en spieren? Ja, dat is, dat is wel wat anders dan, zeg maar, de ontsteek, als je ontsteking in je mond hebt en dan gaat een tandarts ook niks doen. Hè? Of een, als, je, als je iets aan je hart hebt en dan moet een operatie doen ja. en je, je ja, bits nee. niet te worden, dan, ga je, dan wordt dat niet gedaan. Weet je? Nee, dan is nee. de infectiekans te groot. Dat is iets anders. Maar ja. dit. Uh, ja. ja. Of dat. Uh, die verstandskiezen. Ja, ik, ik heb niet direct. Um, um, ik heb het al vaker gehoord dat als dat getrokken wordt, dan denk ik, ja, ineens was ik voor die klachten af. Dan denk ik, oké, okay. ja. hoe loopt dit? Hè? Hoe werkt dit? Maar preventief? Hoe nee. dan? Ja. 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 Ja, ik denk um, als die verstandskiezen goed, normaal gepositioneerd zitten in je kaak, worden niet in de, zitten niet in de verdrukking, er is dus niet een, een, een reden waarin je kunt zeggen van ja, weet je, dat gaat problemen opleveren. Ja, dan zou ik zeker niet zeggen. Bij mezelf niet zeggen, nou haal ze er maar uit. Want ja. dan ben ik er maar vanaf. Van ja, volgens mij schommelt dat ook. Hè. Er was een tijd dat het dat wel ze allemaal uit moesten allemaal, ja. en nu zijn ze toch wel, uh, en ik las, ik las even in de voorbereiding wel een of andere artikel waarin die twee methoden dan vergeleken zijn. Doe je het wel, doe je het niet? Ja, de ene zit gewoon het risico in. Laat je ze zitten? Ja, dat kan inderdaad iets in de verdrukking Ooit of kan ontstoking. Ja. Aan de andere kant, als je ze preventief eruit laat halen, ja, dan heb je toch even een mini-operatie, zullen we maar zeggen. Uh, ja, wat toch ook wel weer een belasting geeft. Dus er was geen antwoord ja. van uh, ja, wel uh, ja doen of uh, nee, juist niet doen. Nee. nee ja. Helder. <laughs> Mooi. Dan ga ik onze luisteraars uitleggen hoe ze hun uh, tandervaringen, uh, tandartsangsten, coping skills uh, over tandartsangsten met ons kunnen delen. Allereerst, <laughs> jij krijgt er al een rilling van, ja. Jurk. <laughs> je hoeft het allemaal niet te weten. hè? Jurgen jurg is bang tandarts. voor de tandarts. Jij, oh, ja. Guido? Nou ja, ik ondertussen niet meer, maar ik ben, uh, weet je, ik weet wel dat uh, er moet binnenkort weer wat gebeuren. Daar sta ik ook niet meer te springen, maar nee. ik weet wel wat er gaat gebeuren ondertussen. Ik denk ook oh, neer gaan weer. Is we niet je beste vriend of vriendin gewoon. Precies. Nou ja, nou ja, weet je, die man of vrouw, uh, het is nu een vrouw, uh, die doet ook, die doet haar werk en die doet dat heel goed. Dus ja. Um, maar het is niet zo dat ik denk: ah, gezellig, gaan we weer? Kortom, heb jij nog ideeën, suggesties? Ga ons volgen op slimmerpodcast op Instagram. of de slimmer presteren podcast op LinkedIn. Vind je iedere vrijdag een post over de aflevering van die week. Je kan daar hartjes en duimpjes op geven, zodat zoveel mogelijk mensen die aflevering ook ontdekken. En je kan ons via die kanalen ook berichtjes sturen. Of je kan naar onze website, www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je van iedere aflevering een eigen pagina. Die link kan je dan nou kopiëren, rondappen, rondduwen rondsturen, rondmailen naar mensen voor wie dit interessant kan zijn. Of je kan ons mailen via post@slimmerpodcast.nl, net zoals Elmer dat deed, Elmer Molendijk, en zo kwam deze uh, aflevering tot stand. We krijgen veel suggesties via alle kanalen. Voorwaarden is altijd wel: goh, kunnen we de wetenschap overvinden en kunnen we het op een of andere manier interessant en relevant maken voor zo'n breed mogelijke doelgroep? Maar ja, zoals ik dan altijd antwoord: we zetten het op de lijst en die lijst daar grasduinen wij regelmatig door als we nadenken waar zullen we het nu weer eens over gaan hebben. Dus um, tot zover denk ik. We gaan uh, op weg naar de Ironman West-Friesland. En daarom gaan we het volgende week maar eens hebben, Jurgen, over. Uh, 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 iron, hè? Ijzersuppletie. Huh? Ook interessant. Waarom, ah. voor wie, waarom is het interessant? Maar goed, dat uh, komt uh, over een poos. En op die manier gaan we dan ontdekken. Wij gaan natuurlijk de Ironman 51-50 doen. Daar worden we dan geen Ironman, maar een Ironmanneken van. Hè? <laughs> Eerst maar een... Ja. Uh, ja. ja, 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 ja. Twee Iron Mannekes. Inmiddels is ook bekend welke twee atleten met ons meegaan. Dus wij hebben een heel gezellig knus f groepje waar we ons lekker voorbereiden op die race in uh, horen en omgeving. We kijken er erg naar uit. Guido, dankjewel. Goede reis. Ja, dankje. En tot, tot volgende, volgende week, week Guido. Oh, hoi. hoi. hoi, hoi. hoi. Je hebt het weer gered. Finish gehaald. Einde van de aflevering in zicht. Maar je bent er nog. En dat betekent dat je nog een tip van ons krijgt. om verder te luisteren in ons rijke archief. van inmiddels meer dan 180 afleveringen Slimmer Presteren Podcast. Jurgen, we hebben het gehad over het goed gebit en ja. het risico voor je tanden. Belangrijk om goed te poetsen. Maar er zijn uitzonderingen. Ja, we hebben het eerder gehad over tanden poetsen. Ja, en dat was aflevering 29 over Bietensap. En dat je daar juist niet je tanden moet poetsen. En hoe dat zit, dan moet je maar eens gaan luisteren. Ja, fascinerend. Bieten sap als uh, prestatieverhogend middel. Ja. Niet voor iedereen, maar wel voor sommigen. Mits, je inderdaad niet je tanden poetst. Waarom? Hoor je in aflevering 29.